Wat vindt u nou van zo'n visboer? Ja, geweldig dat dat hier in Rokade bestaat. Hoe lang komt u al bij onze visboer Wim en Francine? Al 18 jaar. Achter mij staat natuurlijk een schitterende mooie viskraam van Wim Francine, vishandel uit Spakenburg. Gaan we gewoon even lekker kijken bij de visboer Wim. Wat moet je allemaal gaan doen voordat je hier op winkelcentrum Kade komt? Meestal sta ik 6 uur op. 6 uur, kwart over 6. Dan is mijn haankleden, dat soort douche. Dan ga ik naar de grote aan, ga ik vis halen. Is dat dan moet ik daar netjes de wind leggen. Dus dan hebben we ook wel wat tijd nodig. En je moet hierheen komen rijden nog. Dus ja, ze zijn altijd wel bezig. En s'avonds als je thuis komt, dan ben je ook nog bezig. Dan moet je schoonmaken. En alles weer klaarzetten voor de volgende dag. Ik heb altijd wel wat te doen. Ik ben vaste klant hier. Ik ben zeker twee keer in de week hier. De favoriete, de visringen? Ja, de inktvisringen zijn favoriet, absoluut. En voor de man altijd mosselen of een bakje kibbelingen. Ja, die vindt dat ook heel erg lekker. Vaste ritueel is voor mij een kibbeling en lekker bekje voor oma. En ja, dan neem ik net wat wij willen, scholletje of zo. Een tip? Jazeker. Wat een aanrader is de zalm. Maar de kibbelingen die zijn ook top. En inktvisringen eigenlijk ook. Maar die wil ik eigenlijk liefst zelf altijd wel op voorraad hebben. Maar dat is wel echt een aanrader. Ja, absoluut. Nou, hier zijn ze heel erg lief. Ja? Ja. Moeilijk, hè, lief? Hier zijn ze heel lief, echt waar. Ja, echt heel lief, ja.